In januari werd deze bijzondere kom al uit de grond gehaald bij werkzaamheden in de Winkelsteeg. Hij is nog helemaal intact en dat is heel bijzonder, want de drinkkom is maar liefst 2000 jaar oud. Op de vindplaats stond toen waarschijnlijk een Romeinse nederzetting, maar het gaat hier om een Bataafse kom. Nu is die gratis voor iedereen te bewonderen in het Nijmeegse stadhuis. Dat kan nog tot 24 juni.